Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen we Gorilla Tag. Ik ga jullie tonen hoe je makkelijk het parcours haalt om competitive te kunnen spelen. Ik heb het zelf nog niet gehaald, dus ik ga het ook zelf een beetje proberen. Like en abonneer, laten we beginnen. Oh ja, en de laatste keer dat ik keek, heb ik vandaag al plus 12 of 13 abonnees gekregen. Dus dank u voor het wel. En dank u voor iedereen dat geabonneerd is. We hebben bijna 120 abonnees. We hebben er nu, ik heb er 119. Ah nee. Dus dat kan soms een beetje moeilijk zijn. Maar het beste is dat je Infection speelt. Dan krijg je een klein beetje een boost. En in een privé lobby. Ik moet nog even opwarmen, want ik heb al even niet gespeeld. Een paar uurtjes. Oké, dan ga je zo. Op. En iets dat ik doe, omdat ik niet goed kan muurklimmen. Nee, is gewoon zo doen. Dat is redelijk gemakkelijk. Hier is iets moeilijks dat niet veel lukt. Dat is hier opkomen. Dan het allermoeilijkste is op het einde. Maar de kans is klein dat je dit haalt. Ja, ik kan het eens proberen. En ook hier, als je kijkt, 1, 2, 3, de derde. We doen het zo. Een hop, boost. De bal gewoon zo doen, tegen de muur. Dan proberen van me. Het kan zijn dat het een tijdje duurt om het te kunnen. Maar ja. Wachten om eens competitive te kunnen spelen. Nee, kom aan. Maar ik ben vandaag in totaal een paar uur bezig proberen te krijgen. Oh. Het is ook gemakkelijk als je met die paal klimt. Springt en gewoon zo gaat en vanaf daar gaat. Ik ga dat nu eens proberen, maar daarom ben ik echt slecht. Ik ben al slecht in zoeken. Ja, dat gaat niet lukken. Ik heb niet meer proberen. Nee, dat gebeurt ook veel bij mij. Maar als je kan zo rennen op de muur, dan is het veel gemakkelijker daar. En je hand plakt voor een halve seconde aan de muur, maar niet aan deze. Alleen aan die speciale grijze muren. Ja, kom aan. Ik speel het spel nog maar 3 dagen.
ik steek redelijk veel tijd in al deze video's maken. Dus het helpt me veel als je liked en abonneert. Ik weet dat ik het veel vraag. Maar mijn droom is om ooit 1 miljoen te halen. Yes! Eindelijk! We hebben het gehaald. Oké. Laten we competitief spelen. Dit is niet echt een tutorial, want ja, ik doe niet echt hoe dat je alles doet. Maar ja, ik ben er ook niet goed in het spel. FGH F54. FGH 54. FGH 54. Ik kan eens kijken. Ik weet niet echt hoe je competitief moet spelen. Ik weet niet hoe ik in een competitive potje ga. Maar dat is niet erg. In de volgende video ga ik normaal zien het kunnen doen. Of ik kan nu rap nog 1 keer kijken. Ik ga het gewoon eens opzoeken. Dus de volgende video komt heel binnenkort. Maar hoe moet het? Ik ga het laten voor deze video. Dus vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Als je meer video's wilt, tot de volgende video.